Vroom en Dreesman aan de Laat in Alkmaar. Wie kwam er vroeger niet? Maar wat is het verhaal achter het grootste warenhuis van Alkmaar? V&D begon in 1887 als eenvoudige manufacturenzaak in Amsterdam onder de naam De Zon. De zaken gingen goed en er kwamen al snel winkels door heel Nederland. Ook in Alkmaar, aan de Houttil, opgezet door de gebroeders Berendsen. De winkel zou uitgroeien van 15 grotendeels inwonende personeelsleden, een handkar en een paard, tot een groot warenhuis met een prominente en soms controversiële plaats in de binnenstad. Eind jaren 10 van de vorige eeuw ging het goed met de vestiging in Alkmaar. Men had continu ruimtetekort. Goederen lagen verspreid over meerdere panden. Besloten werd om een groot nieuw pand te bouwen. Het oog van de toenmalige directeur Ferdinand Berendsen was gevallen op de hoek Ridderstraat De Laat. Panden werden opgekocht en ontwerpen voor de nieuwbouw gemaakt. Als architect werd de Amsterdammer François Garon aangetrokken. Geen onbekende bij V&D. Hij ontwierp namelijk ook hun eerste winkel in Amsterdam aan de Weesperstraat. In Alkmaar ontwierp hij een gebouw in laat-Amsterdamse stijl, maar gebruikte daarbij ook art deco details. Bij het eerste ontwerp zou het pand een derde verdieping hebben en zelfs een toren. Een van de huizen die gesloopt werd voor de bouw was het huis van Jan Wils. In de architectenwereld geniet hij wereldfaam als ontwerper van het Olympisch Stadion in Amsterdam. In de pui van het warenhuis is nog steeds een gedenksteen aan hem te vinden. Tussen 1925 en 1927 was er nog een noodwinkelgebouw van V&D op de plek van het latere politiebureau tegenover de Grote Kerk, gebouwd door aannemersbedrijf Ringers. Op 14 maart 1927 gingen de deuren van het nieuwe warenhuis dan eindelijk open. Ruim 12.000 belangstellenden kwamen op de openingsdag kijken. En veel was er te zien. Etalages van mahonie en palisanderhout, een geruisloze lift met liftboy, 5 modelkamers en een chique lunchroom met sodafontein, eigentijdse keuken en hypermoderne spoelmachine. In latere jaren kwam er nog een uitbreiding aan de kant van de Laat. Kreeg men een levensmiddelenafdeling, werd er lunchroom vergroot en kwamen er roltrappen. Dat laatste was iets bijzonders en kranten schreven er weken van tevoren over. Met slechts 2 centimeter speling werden de roltrappen geplaatst. De ingebruikname werd feestelijk gevierd in aanwezigheid van 3 generaties van de familie Berendsen en met gebakjes in de vorm van roltrappen. In 1959 kwam de uitbreiding aan de Oude Gracht klaar. Een controversieel bouwwerk aan een historische gracht. Steeds meer pandjes rond het kleine straatje Het Vijvertje werden inmiddels ook opgekocht. Plannen werden gemaakt voor het hele gebied tussen de Ridderstraat en het Groot Nieuwland. Eerste plannen uit 1966 laten een enorm gebouwencomplex zien waarbij op de plek van de huidige synagoge en het Melkoplein een groot parkeerterrein zou komen. Architectenbureau Benning uit Nijmegen begon met ontwerpen maken voor een nieuw pand op de plek van het gebouw uit 1927. Eerst met 3 etages, maar dat mocht niet van de gemeente. En later met een moderne façade van glasmozaïekpanelen en een glazen pui bij het restaurant. Het ontwerp kreeg goedkeuring van de welstandscommissie, maar in de loop van 1969 kwam men daar toch op terug. Een van de opmerkingen uit de architectenwereld over het ontwerp was dat het eerder deed denken aan tentoonstellingsdecoratie dan aan de wereld van architectuur. Ontwerpen werden steeds meer aangepast, tot uiteindelijk het oorspronkelijke gebouw bleef staan en er alleen nieuwbouw kwam aan de kant van de Laat. Het had niet veel gescheeld of de nieuwbouw zou om de slagerij Beemsterboer heen zijn gebouwd. De eigenaar weigerde namelijk lange tijd zijn bedrijf te verkopen. De uitbouw in de jaren 60 zou de laatste zijn. Aan de buitenkant van het gebouw zouden geen grote veranderingen meer komen. Hooguit het logo van V&D, de luifel en wat uithangborden. In 2010 werd de binnenkant nog eens groots onder handen genomen en kwam er buitenverlichting. In 2016 viel het doek voor Vroom en Dreesman. In heel Nederland werden de warenhuizen gesloten.
Enkel de vaak imposante panden bleven als herinnering achter van het meer dan 125-jarig bestaan. Bedankt voor het kijken naar deze video over VED aan de Laat in Alkmaar. Wil je op de hoogte gehouden worden over onze nieuwe video's? Druk dan op het abonneerknopje. Vond je dit een interessant verhaal? Druk dan vooral ook op de like-knop. Tot een volgende keer.